Historische beelden gered van de vuilnisbelt. Meer duidelijkheid over de toegang tot de Waalstrandjes. En tips voor activiteiten in de kerstvakantie. Jezus, Maria, Jozef en andere beelden, bijna werden ze op de vuilnisbelt gekieperd. Maar er werd ingegrepen. In Ewijk zagen mensen wat er dreigde te gebeuren met een historische beeldengroep. En dus kwamen ze in actie. Net op tijd. De 100 jaar oude beelden werden opgeknapt en schitteren inmiddels in een echte kerststal. Ze stonden verloren weg te kwijnen in de tuin bij de kerk. Afgedankt. Daar schrokken wij ook van. Wat ik zag was dat de beelden overwoekerd waren met klimop. Ze zagen er niet meer uit. Mannen als Theo en Ton uit Ewijk wilden de 100 jaar oude beeldengroep redden van de ondergang. En daar hebben Theo en ik een jaar gewerkt om de beelden op te knappen. Al is het dan natuurlijk nog altijd spannend of je wel zult slagen. En ik had er echt wel mijn bedenkingen bij hoor, want ze waren echt slecht. Toch maar een reddingspoging, want ontelbare inwoners van Ewijk zijn opgegroeid met deze kerststal. Ik kende die beelden en ik kende de kerststal van toen ik nog een kind was. Het waren voor mij machtige beelden, zeker omdat je nog kind bent en tegenop kijkt tegen die beelden. Helaas was het Ewijks cultuurgoed er bizar slecht aan toe. Bijvoorbeeld de benen van de herder. Omgeknakt, die slagen eraf, deze arm lag er helemaal af, deze hand was eraf. Deze schapen hier, die was meer dan de helft van de achterkant was er vanaf. Hier hebben we een nieuw hoofd op moeten zetten. De hoofd was helemaal weg. Ze stonden eigenlijk klaar om de container in te gaan. En ik vond het verschrikkelijk. Dat kan niet. Het is een stukje, ja, uiks, zeggen wij op zijn dialect. Het overlijden van een broer of zus heeft een grote impact. In het nieuwe boek Onze band is nooit voorbij delen kinderen en jongeren hoe het is om te leven met zo'n groot verlies. Zo ook Brian en Daisy Mom uit Groesbeek. Ze missen hun broertje Juri iedere dag. Dat Juri overleden is, is heel zwaar en heel verdrietig. En je gaat gewoon kapot aan. Ik voel me vaak verdrietig, niet compleet en alleen. De geliefde Juri is in 2016 op 11-jarige leeftijd aan botkanker overleden. Na zijn dood gingen Brian en Daisy door een diep dal. Ik voelde me heel depressief. Ik zat elke avond op mijn kamer. Ik had nergens zin in. Ja, ik ben heel onzeker geworden. Ik heb ook heel veel angst om andere mensen ook kwijt te raken. Het gaat de laatste tijd wat beter met broer en zus. Door therapie, maar vooral ook door de wijze woorden van Juri. Mijn broertje zei, je moet van het leven genieten en er iets van maken. En dat heb ik beseft dat hij daar gelijk in had en dat ben ik gaan doen. Ik probeer hem wel heel trots te maken, dus ik ga ook wel gewoon door met de dingen die ik graag doe en wil. Het tweetal hoopt dat door het boek er meer aandacht komt voor kinderen en jongeren die rouwen om een broer of zus. Omdat heel vaak aan ouders wordt gevraagd hoe gaat het nu met jullie en het wordt nooit aan een kind gevraagd en de kinderen die zijn er ook nog en die hebben ook heel veel pijn en verdriet. Dus daar moet ook naar gekeken worden. Het toegangsverbod dat in de nachten geldt op de Nijmeegse Waalstrandjes blijft ook in 2023 gelden. Uit de evaluatie van de zomers van 2021 en 2022 blijkt dat er minder veiligheidsincidenten waren en dat er minder overlast wordt ervaren. Het verbod is ingesteld omdat er bij mooi zomers weer in de late avonden en nachten geregeld incidenten waren. Daarnaast ontving Nijmegen veel klachten van omwonenden over geluidsoverlast, achtergelaten afval en wildplassen. De gemeente Nijmegen wil per februari 2024 de zogenoemde ja-ja-sticker voor ongeadresseerde reclamefolders gaan invoeren. Dat betekent dat vanaf dan alleen mensen met zo'n sticker op de brievenbus nog reclamefolders zullen krijgen. Dat is precies de omgekeerde gang van zaken. Nu krijgt namelijk iedereen deze folders, tenzij je een nee-nee-sticker hebt. De nieuwe aanpak wordt als duurzaam beschouwd, omdat dan alleen mensen de folders ontvangen die daar bewust voor kiezen. Ja, met de kerstvakantie voor de deur zitten de meeste kinderen weer 2 weken thuis. Gelukkig zijn er in de regio meer dan genoeg activiteiten te doen, zoals bijvoorbeeld in Wijchen. In het Wijchens kasteel kunnen kinderen onder meer deelnemen aan een speurtocht en voor de gezinnen is er een spannende escape route.
Ja, het is hartstikke leuk om in de kerstvakantie het museum te bezoeken. We hebben allerlei activiteiten voor jong en oud. Zo hebben we instaprondleidingen in de weekenden. We hebben workshops door de week voor kinderen, maar ook voor volwassenen. Denk aan workshops kalligraferen bijvoorbeeld. We hebben een leuke lezing over de tentoonstelling. Want er is de tentoonstelling nu Wijvenwereld te zien. En dat is een beetje prikkelende naam, maar het gaat over de rol van vrouwen in de late middeleeuwen. En natuurlijk hartstikke actueel, want we gaan met een verrassende kijk eigenlijk over de emancipatie van de vrouw en hoe die vrouwen leefden. En wij denken altijd dat dat in de middeleeuwen, dat zij ondergeschikt waren aan de man, een beetje donkere tijden. Maar dat was niet zo. De vrouw had behoorlijk wat voor wat te zeggen zelf. En dat laten we zien in een hele bijzondere tentoonstelling. Voor kinderen en volwassenen zijn er verschillende activiteiten. We hebben voor kinderen vanaf 4 jaar hebben we speurtochten die we bieden door het hele museum. Dus van kelder tot toren kunnen kinderen het museum, het verhaal ontdekken en de magie van het kasteel ontdekken. En voor volwassenen hebben we een instaplezing. Dat hoort bij de tentoonstelling Wijvenwereld. En we hebben voor de volwassenen nog instaprondleidingen. Wat door de tentoonstelling van het museum gaat. En we hebben voor volwassenen ook, en ook voor kinderen trouwens, eigenlijk voor iedereen, hebben we 2 workshops die worden gegeven. Een workshop kalligraferen en een workshop verluchten. Dus het is eigenlijk verven, schilderen zoals ze dat in de middeleeuwen deden. In het kasteel ligt nu ook het Van Bronkhorst-Batenburg getijdenboek. En dat is niet zomaar een normaal boekje. Dat is een heel bijzonder boek. Die is in de tentoonstelling nog te zien tot en met 8 januari. Dus eigenlijk de hele kerstvakantie. En in dat Batenburgs getijdenboek, daar moet je voorstellen, dat was een soort van dagboek, religieus dagboek, dat via de vrouwelijke lijn werd doorgegeven. En dat zijn hele bijzondere boeken met hele mooie kleine schilderijtjes erin, miniaturen noemen we dat. Ja, en het is uniek dat we dat laten zien, want het Van Bronkhorst Batenburg getijdenboek, dat is ook daadwerkelijk in de middeleeuwen in dit kasteel door de familie van Bronkhorst Batenburg hier gebruikt. Dus het komt eigenlijk weer een beetje thuis, dat boek. En het is zo bijzonder omdat het maar een paar weken uit de kluis is. Dus we kunnen dat niet heel lang aan licht blootstellen. En het is ooit 1 keer eerder in het Museum het Valkhof tentoongesteld geweest. En daarna nooit meer. Dus wie weet voor hoe lang het nu weer de kluis in gaat. Dus een unieke kans. Vergeleken met de andere dagen deze week hadden we vandaag eigenlijk niet zoveel te klagen qua weer. Het was wel bewolkt, maar niet koud en vrijwel de hele dag droog. Daarmee hebben we wel de beste dag van de week meteen achter de rug. Ja, morgen verloopt de dag wat minder droog. In de loop van de ochtend krijgen we hier al te maken met een regengebied. Ook in de middag en avond zal het van tijd tot tijd even regenen. Temperatuur vrijwel gelijk als vandaag, een graad of 10. En dan richting de kerstdagen neemt de regen alleen maar toe. Zo zal vrijdag een kletsnatte dag worden met vooral in de middag langdurig en veel regen. Zaterdag en eerste kerstdag blijft het bij enkele buien, maar droog houden we het zeker niet. Tussen de buien door is er dan wel weer wat ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 11 graden. Tot zover het RN7 Regio Nieuws van vandaag. Voor het terugkijken van onze uitzending kun je altijd terecht op ons YouTube kanaal. En volg ons even op Facebook, Instagram en Twitter. Zo meteen de laatste NEC-update vanuit Spanje. En ook nog de filmupdate, de laatste van dit jaar. Graag tot morgen.